Het eerste beleggingsfonds kwam in de 18e eeuw op de markt, en wel in Nederland. Het heette Eendracht maakt macht. En sindsdien zijn fondsen al maar populairder geworden. En wereldwijd zijn er nu al tienduizenden beleggingsfondsen. Het principe van zo'n fonds is vandaag nog altijd hetzelfde als 3 eeuwen geleden. Spaarders leggen hun geld samen en participeren in een gezamenlijk fonds, waarvan ze in ruil voor hun inlage deelbewijzen ontvangen. Het fonds kan vervolgens het opgehaalde geld gespreid beleggen in tientallen, honderden of nog meer bedrijven die al dan niet op de beurs staan. En dankzij die doorgedreven diversificatie daalt het risico voor de fondsenbelegger. Over fondsen spreken we vandaag met Philip Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. Goeiedag, Philip. Dag, Pascal. Ja, hoe wordt de selectie gemaakt precies uit fondsen voor jullie private banking klanten? Wel, we selecteren fondsen via een kwantitatieve en een kwalitatieve methode. De kwantitatieve is waarschijnlijk het meest bekend. Dan ga je gewoon kijken naar de performance van een fonds over een aantal kwartalen en jaren. Dat is natuurlijk nooit een garantie voor de toekomstige prestatie. Dat klopt. Uiteindelijk, het is kijken een beetje in de achteruitkijkspiegel. Je wil natuurlijk naar voor kijken. Nu, als de past performance, het verleden, dan niet goed is, dan valt een fonds af. Maar natuurlijk, je hebt gelijk, dat kwantitatieve element alleen is niet genoeg. We gaan ook naar een aantal kwalitatieve elementen kijken. Wie zit er achter het fonds? Wie zijn die beheerders? Doen die dat goed? Hebben die vooral een gezond proces ook? In het Engels zeggen we vaak garbage in, garbage out. Als je een slecht proces hebt, ga je nooit een goede outcome hebben. En nog een ander element is natuurlijk ook heel belangrijk, de positionering. Want als private bank hebben we natuurlijk een strategie. En we gaan kijken of de samenstelling van het fonds overeenkomt met de strategie die we willen voeren. Willen we de nadruk op aandelen? Willen we de nadruk op obligaties? Op kleine bedrijven, op grotere bedrijven en zo verder. Dus we moeten zien dat daar een match is. En een laatste P, want we hebben allemaal over P's gehad, zijn de practicalities van het fonds. Is het juridisch allemaal in orde? Is het stuk wat we investeren in het fonds niet te groot of is het fonds niet te klein? Want dat houdt risico's in. En natuurlijk is er ook het kostenaspect. We willen natuurlijk aan onze cliënten zo voordelig mogelijke dingen aanbieden. Dus dat betekent natuurlijk dat we ook kijken dat de kosten niet te hoog zijn. Jullie hebben bij BNP Paribas Fortis een eigen fondsbeheerder. Maar ja, dan bied je geen fondsen aan van anderen. Wel, dat is niet het geval. We hebben investment partners, onze fondsbeheerder waar we extreem trots op zijn en die een aantal zeer goede fondsen hebben. En die bieden we natuurlijk aan onze cliënten. Maar we willen ook wat verder kijken. We hebben een zogenaamde open architectuur. We hebben 80 fondsbeheerders waar we mee samenwerken. En net zoals bij de individuele fondsen worden ook die fondsbeheerders individueel gescreend op een aantal andere criteria. Bijvoorbeeld, twee voorbeelden te geven, is er een goede compliance en heeft die compliance manager voldoende macht om tussen te komen als er problemen zouden zijn. En dat wil dus zeggen dat de regulering gecheckt wordt, dat alles... Regulering gecheckt wordt, dat alles oké is, heel belangrijk. En een ander punt, wat mensen waarschijnlijk niet onmiddellijk aan denken, maar hebben ze goede backup faciliteiten. Als er iets gebeurt, je weet nooit in deze onzekere wereld dat alle data op een of andere reden vernietigd worden, kunnen zij direct verder. Dus dat is het aantal dingen waar naar gekeken wordt en ik denk dat dat toch wel zeer gezond is. Ja, het valt toch wel een beetje op in de media. BNP Paribas Fortis maakt heel veel reclame voor duurzame fondsen. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk voor SRI jullie? Is sowieso, socially responsible investing is sowieso een belangrijk element in heel de markt. Maar we hebben daar zwaar op ingezet, omdat we denken dat het een extra dimensie toevoegt aan alles waar we het al over gehad hebben. Dus dat je voor een stuk zegt van, we gaan nog extra risico's proberen te detecteren. Eén is bijvoorbeeld reputatierisico. Als een bedrijf reputatierisico heeft, ja, dan kan het heel de korf waar het in zit voor een stuk besmetten. En wat we eigenlijk ook zien, is dat bedrijven die sociaal goed omgaan met de omgeving, met de natuur, met de werknemers, dat die vaak ook betere resultaten laten zien. Dus het is niet zo dat SRI slechtere performance geeft, want daar gaat het vaak toch om, maar vaak even goed of zelfs beter. En we zien eigenlijk heel die markt geleidelijk aan richting SRI opschuiven, maar totdat we daar zijn, blijven we de twee aanbieden aan onze cliënten. Bedankt, Philip Gijsels. U merkt het, kijker, bij BNP Paribas Fortis maakt men werk van duurzaam beleggen, ook bij de fondsen die worden aangeboden aan klanten, ook bij het aanbod van de fondsen voor de private banking klant. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Z Responsible Invest.